Dames en heren, we zijn vandaag met een dikke rib en natuurlijk Menno erbij. Ja, toch. Sierloetje, er komt straks ook nog een andere tricks, of niet? Hey, jullie klappen allemaal dicht, kom allemaal even een beetje juichen, het is leuk vandaag. Hey! Oké, goed zo. Nou, vandaag gaan we even naar Rotterdam, toch? Zeker. Ja? Nou ja, we gaan vandaag naar Rotterdam, gaan een beetje stunten doen, ook even met deze knallen. Deze was net gewoon sneller, hoe dan? Even serieus. Maar het gaat wel goed komen. Even wachten op de sluis en dan komen we zo met leuke shots. Artlist IO. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Nou, we zijn in Rotterdam. Er kwamen nog een paar 300'tjes voorbij. Dat hebben we die gast als goed is gefilmd. Ik was aan het varen, we zijn nu aan het tanken. Dat zal wel lekker in de portemonnee gaan voelen, denk ik, met deze. Of niet, Tom? Waarschijnlijk wel, ja. Maar ja, hoort erbij, hè? Ja, watersport. Ja. Uh-oh. Plezier is niet te koop. Ja, 30 euro. Hè? Huh? Zit op 30 euro. Oh. Wat een weertje. Zit best. Het is behoorlijk weer. Maar ik krijg het wel heel erg warm. Ik heb natuurlijk dit allemaal aan, dus ik wil zo eventjes wat eten. Nu is het lang nodig. Nou jongens, kijk. Kopje open. Voor de mensen die het nog nooit hebben gezien. Dan hou ik even dat ding even vast. Nee, dan gaat hij erin. En dan vullen ze hem. Het is goed leeg deze hoor. Ja, dit is lekker. Oh. Dat gaan we gewoon niet zien. Wat staat hier? 60 euro. We zitten nu op 60 euro. Maar het zijn nog kleine bedragen, 66 euro. Ja, valt er mee. Plezier is niet te koop. Dus. Nee, ik zie dat wel mijn batterij bijna leeg is. Die ga ik zo even vervangen. En dan gaan we sowieso nog eventjes even chillen. Wil je ook vol, Tom? Ja, hebben we er nog. Ja, hier. Ja, hier. Oké, Jerry kan wat hij ook voor hebben. Die, je moet een beetje denken eigenlijk aan een dikke Dodge Ram of zo. Zodat jullie nog wel weten, Bernard, doe de groet naar Bernard. Shoutout naar Bernard, laten we het zo zeggen. Dat was echt niet normaal. Daar hebben we echt een hoop liters aan opgevaren. Of opgereden. Nou gaat de volgende. Oei. Hé? Hey, moet ik nog tijd? Hey! Kom eens hierheen! Anders komen ze weer niet, dus ik dat niet goed zeg. Hoeveel streepjes? Hoeveel streepjes heb ik nog? Er zijn maar twee vanaf. Oké. Ik ga goed doen, want die gaat klotsen. Zo toch? Ja, dat is prima. Thomas, zou ik echt wel zoals altijd? We gaan. Voor mij hoeven nog niet. Twee streepjes nu. Dus dat ga ik even laten zien. Ik zal hem even overgeven. Hey boys! Nou jongens, we zijn nu in Rotterdam.
ik ben even aan het varen. Rob is daar de boot aan het tanken. Dus nou ja, we zijn hier in een half uurtje ongeveer heen gegaan. We hebben nu nog twee streepjes eraf gevaren, dus het valt mee. Ja, dat is lekker ouwe. Nog een trickster erbij, die is net in Rotterdam erbij gekomen. Moet je kijken. Die heeft zelfs zo'n nieuw brandstoftankje achterop. Fucking ziek. Zo ook eens aan Rob laten zien. Kijk, daar is de politie ook weer aanwezig. Grote vrienden. Of Poort of Rotterdam. Goeiedag. Gaat goed? Goed. Erin. Lekker man. Is die erg, hè jongens? Wat is dat? Je petje. Gewoon vallen en opstaan, jongens. Hier. Zo doen we dat. Probeer dat. Had ze plat. We vallen nooit. Nee hoor. Zo, we zijn nu op het strandje. Daar ligt de boot. Ik heb even gezwommen. Ik heb de anker erin gelegd. Of de anker op de bodem gegooid. Even erin getrapt. En we zijn nu met mijn grote vriend Tom. Ewa broeder. Hoi. Een mooi strandje. Er was een man bij de helling. En die sprak me aan. En die reist een beetje zo heel Nederland door. Dus dat wil ik even nog vertellen. En het mooie is dat waar ik vaak kom dus, gaat hij ook naartoe. Omdat hij mooie plekken vindt om leuk om te kijken en al dat soort dingetjes. Dus ik wil even een hele goede shout-out naar hem doen. Tof dat hij het zo leuk vindt om te kijken naar mijn video's. We gaan puur voor goud natuurlijk. En ja, een als sieropstel. Ik heb nu een dekstrootje in mijn mond, dus daarom hartstikke lekker. Ja, kijk of ik nog wat leuke dingen kan gaan filmen. Wat ik wel zie. Kijk. Hij heeft dus die jerrycan op zijn achterkant. En dat vind ik wel mooi. Maar ja, hoe trek je dat nou eraf? Hier, hè? Ja, dat is wel vet. Maar ja, kijk, waar ik bang voor ben, als ik eraf knikker, dat ik dan, hoe heet dat? Dat ik erop land. Dan kunnen ze even met z'n tweeën stunten. Ja, ik doe eerst af naar de straat. Volgende keer misschien. Oké. Okay. Doe eerst even een beetje wennen. Ja, is goed. Ik ga denk ik wel even. Menno? Menno? Bro? Menno? Ik ga even knallen, ja? Oké, dan gaan we. Oké, jongens. Over mensen die trouwens in mijn comments lieten weten van joh, hey, hoe doe je dat met die brandblusser? Nou, ik heb dat gewoon zo eronder. Volgens mij is dit een
een litertje of zo. Hier, dan moet je het wel weggebruiken. Ja. Maar, zie je dit al? Ja. Ik ken iemand die heeft dat als ontploft, hè? Inderdaad. Ja. Serieus? Ja, ik heb een Amerikaan over gesproken. Ja, tuurlijk, dat slijt op een deur. Die had er al een jaar in zitten of zo. Je ziet het toch? Ja, je ziet het toch. Ja, daarom heb ik een dikkere genomen. Ja, hoe doe je dat met zadel dan? Nou ja, hij past gewoon net. Ja, maar weet je wat het is? Ik vel dit gewoon even plat. Ja, zo. Ja, dat kan wel. Ik weet nou niet of dat zo... Ja, maar ja, hij raakt hem hier. Ook. Ja, ik weet het ook niet. Nou, we zijn nog lekker op het strand. Ik denk dat ik even wat leuke shots ga maken van de waterscooters en dingetjes. Dus er komt er even een leuk muziekje onder. Dat laat ik even doen door Menno. Die gaat even mooie shots maken zo. En dan gaat er een bewerker in een sausje overheen en wordt helemaal mooi. Dus... Hey, hij gaat even leuke beelden maken. Ben je alweer moe? Ja, jij bent iemand die lekker gaat zitten, hè? Godverdomme. Ik zie daar heel lang vertaald op het grote water en dingen. Nee, ja. Daar heb ik toch liever deze pakken. Ik kom er voorbij. Ah, dit is wel lekker comfortabel, hoor. Ja. Ja, zet maar uit. Zag je die waterpolitie dan? Ja, ik heb het steeds. Ja, ik heb wil Mieke met Menno mee? Ja, ik vind best. Ja, kom maar. Ja, dat is echt leuk. Heb je? Ja. Wie is de telefoon dan? Daar is jouw telefoon even leuk. Ik zit nu lekker in de sluis. Dit is de sluis van Gouda. Ze noemen het volgens mij ook Juliana-sluis. Zo heet die. Die komt er gelijk op. Ja, dit is een lekkere sluis. Hij is veel open.
Dus je kan er lekker snel en erin en eruit. En voor de rest, ja, gewoon hetzelfde als elke andere sluis. En je kan hier makkelijk de IJssel op. De IJssel kan je lekker veel leuke dingen filmen. Ik ga nu even hier op de rand staan. Kijk, daar komt Tom. Oh, ik zie dat er iets op de lens zit. Kijken. Ja, nu is het goed. Nou, dit is de sluis. Kijk, officieel gezien moeten wij natuurlijk een touw aanmeren. Ik heb wel een touw bij. Op het moment dat het heel druk wordt, doe ik dat wel. Maar dus nu is dat nog goed te doen. Ik denk dat ik wel een stukje moet door gaan schuiven. We hebben natuurlijk lekker gevaren. We zijn vanaf Gouda naar Rotterdam geweest. Lekker Rotterdam gevaren. Ik vond het echt een super lekkere rip. Zeker goed voor mijn schouders. Mijn schouders doen de laatste tijd een beetje zeer. Maar ja, dat komt wel weer goed. Er komt gewoon winter, kou op je spieren, veel hoge golven. Ja, dat doet best zeer. Ik heb een impact vest van Follow. Nee, ik wil allemaal knallen. Maar ja, dat is helemaal goed. Mooi bootje. Dank je. Was vroeger een werkpaardje geweest zeker? Ja. Ja, heel leuk. Ik heb wel amper gevaren op mijn waterscooter vandaag. Ja, bijna leeg zeker ook. Ja, hij is leeg. Ja, je hebt er al hier op gevaren, hè? Ja, ik vind het eerlijk echt leuk. Moet het vaker doen. Ja, absoluut. Nou, dan vond ik de boys ook even een bootje meenemen. Zeker niet. Dan ben ik zeker maar echt onderdeel aan benzine kwijt. Nee? Nee, die zijn veel te laag, joh. Als je die golven die hier hebt, kan wel, maar dan ben ik zomaar echt €100 aan benzine kwijt. Maar jij kan hem toch gewoon, hoe heet dat? Je kan hem toch gewoon erop leggen en hier naartoe rijden? Ja, dat kan. Dan is het niet zo duur. Ja, dat is lastig. En een auto, ja, hoor. Zonder rijbewijs kan je prima leven, kan. Ja. Zonder rijbewijs kan je het allemaal dan prima leven. Ja, ik kan niet leven zonder rijbewijs. Ik kan niet leven zonder rijbewijs. Nee, ik kan niet. Ik vind het echt kut. Ik heb mijn rijbewijs wel echt nodig. Yo! Zo, onderweg terug naar huis. Denise rijdt voor mij. Oh, wat ziet ze er toch weer heel leuk uit. Stop. Oh. En, waterscooter is eruit. Ik had even nog iemand geholpen. Die had een beetje de moeite met zijn boot eruit te krijgen. Was voor het eerst dat hij dat had gedaan. Ik kon niet echt filmen natuurlijk. Want Menno en Mieke waren al weg. Ik ben benieuwd wat hun hebben gezegd. Want ik weet totaal niet. Ik had mijn GoPro meegegeven. Dus misschien zijn het topvloggers. We gaan het zien. Ze hadden volgens mij, gingen ze even naar de Port of Rotterdam of zo, even kijken. Zoiets was er gebeurd, maar dat gaan we wel zien. Ik ga ook even terugkijken in de video's hoe het is geworden. Nou jongens, zoals jullie zien, ik zit nu thuis, ik zit de video te bewerken. Ik heb per ongeluk heel veel beeldmateriaal verwijderd, dat heb ik nog terug kunnen halen. Door mijn schoonvader, die heeft me er super goed bij geholpen. Het was echt een super dag. En ik zie alleen dat mijn eindslot video weg is. Die is kapot gegaan of iets. Dus ik wil jullie allemaal even heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet even niet te abonneren en mij te volgen op Instagram. En dan zie ik jullie weer volgende week weer terug. Ciao.